Denk je dat jij het bent? Ja, natuurlijk. Of denk je dat u het bent? Nee, absoluut niet. Nee? Nee. Zou het mooi zijn als u er dan was? Met een partner, hè? Want ze mogen iemand meenemen, anders ben je verschrikkelijk eenzaam in een struivend, zo'n groot land. U ziet hier. De dames en dames, hè? Allemaal. De dames met een rode kaart staan. En aan de andere kant staan de dames met twee heren met de zwarte kaarten. Wat is nu de bedoeling? Ik ga draaien aan het rad. Komt een zwarte kaart tevoorschijn, betekent dat zwart mag blijven staan en dat rood weggaat. Maar staat er een rode kaart, dan mag rood blijven staan en gaat zwart weg. Spannend, hè? Ja, dat is niet niks nou staan. Zal ik draaien of zal ik de spanning opvoeren? Nee, draaien. Draaien maar, goed. Zijn jullie er klaar voor? Is het publiek er klaar voor? Die hoor ik bijna niet. Dus ja, oké. Daar gaat hij. Ik maak een draai. Van de 16 vallen er 8 af bij deze draai. Wordt het een zwarte, wordt het een rode. Wordt het een zwarte, wordt het een rode. En het is een rood. Dat betekent dat zwart weg moet. Ach, wat jammer nou. Tot ziens, dankjewel. Jullie krijgen een cadeautje, jullie krijgen bloemen. Oh. En rood mag blijven bestaan. Ja. Zou u er dan toch worden? Ja. Ja. Of dat lijkt me. Volgens mij wordt u het. Weet u wel met wie u gaat? Ja, met mijn dochter. Met uw dochter. Oh, ik hoop het zo. Nou knip ik met mijn vingers. Net dat heb ik een beetje van Willem Ruis geleerd. En dan draaien jullie die kaart op. Moet je opletten. Nee, als ik knip, dan gaat hij. Kijk, nu hebben ze allemaal een kaart. En ik ga nog een keer draaien. En als hier een kaart tevoorschijn komt en die correspondeert met een van die kaarten, is degene die de kaart heeft, die mag naar Australië toe. Dus in één draai is het beslist. Oké, spanning. Iedereen is stil. Publiek, zijn jullie er nog? Ja. Gaan draaien. Wie van de 8 gaat naar Australië toe? Wie van... Wat is een... Het wordt een... Jawel, jij bent het, je bent het! Je bent het! Huilen, oh nee! Rustig. Hallo, is dit... Oh jee, traan. Heb je een zakdoek? Oh, kind van geluk. Tranen van geluk. Oh jee, in Australië. Nou, hoe heet je? Yvonne. En Ron. Yvonne en Ron, jullie gaan naar Australië toe. Ja. Jullie zijn er nog nooit geweest, hè? Nee, dat is niet. En dat had ik al zo'n idee. Ik had al een gevoel, die is nooit in Australië geweest. En moet je kijken wie die prijs gaat geven. Dat zijn echt twee echte flying doctors. Robert Grubb en Lenore Smith. Kijk dan zelf, daar komen ze. Kom met me mee. Hey, kom maar hier staan. Kom naar deze kant. Hallo. Hi, Kate. Hi. Ik heb een flying doctor gekust. Hi Jeff. Hallo Peter. Hi. I'm a little bit nervous. Daar zijn ze, moet je kijken. Ja. Raak ze van. Oh jee, oh mijn god. Ja, zie je. Hi. Meteen helemaal nat van de tranen. Hi. Well, ik zal even, kom maar even dichtbij staan. Ik zal even een interview houden. What do you think of Holland? Dat is leuk, hè? Want als hij namelijk... Ik zeg, wat vindt hij van Holland? Als hij het nou niet leuk vindt, dan sturen we meteen weg. What do you think of Holland? I think it's fantastic. This is my first time in Europe. Yeah? And I'm so glad I came to Holland, because it's just beautiful. We love him. Is he leuk? Ja. Yeah. Hey. My dear... Oh, heerlijk dat ik Engels kan oefenen. My dear Kate, do you know Marcel van Dam? Yes. Yes. Ik heb vraag ze Marcel van Dam kent. What do you think of the Dutch men? Dus ik vraag meteen hoe ze wat ze van een Nederlandse mannen vindt. They're very handsome and they're very charming, just like you.
Het is leuk, hè? Ik hou er een beetje vast. Nu komt er een zeer plechtig moment. Het is namelijk zo dat we kosten nog moeite gespaard hebben. Er moet namelijk een stekker in een stopcontact worden gestoken. Want we hebben namelijk een directe satellietverbinding met onze tegenvoeters. Dus als je nou voorstelt dat hier beneden, dus door de aarde, is Australië. En dan gaan we dus met een satelliet die dus dwars door die grond gaat, gaan we dus, dat is heel duur voor de VARA. Goed, jongens, steek die stekker er maar in. Hello, Brad. Thanks for joining us. Well, it's good to be with you. Congratulations, Peter, on your 65th anniversary from everyone here at Cooper's Crossing. Nice to you. Tell me, is Lenore enjoying her visit to Holland? It's great, Brad. VARA's really looking after it. Well, that's lovely. Do the Star Prize winners know what we have in store for them yet? I kind of thought I could take the opportunity to practice some of my surgery on them. Great idea. No, seriously, you must tell them that they're all very welcome here. It's always nice to meet our fans and to show them how hard we work for the VARA. Give my love to everyone on the set, and a big hello from everyone in Holland. I certainly will, Lenore. A big thank you to Peter Jahn and to myself and everyone there at the VARA. Have a really great party, won't you? Het is gelukt. Ja. Hey, ben je al een beetje bekomen? Ja. Oké, dan komt er nu een officieel moment. There comes an officially moment. Dus er komt een officieel moment. Dat moet je zeggen. You hand over the prize, all right? And we do it a little plechtig. A little plechty. Oh, yes. Yes. So, Als jullie nou met z'n allen tot drie tellen, dan hent hij het over. Daar gaan wij. 1, 2, 3. Congratulations. Kijk, dat bord hoeft natuurlijk niet mee in het vliegtuig. Maar laten we even kijken wat ze nou echt hebben gewonnen. Moet je opletten. Ja, dit is een dikke felicitatie waard, want jullie hebben gewonnen een 14-daagse rondreis door Australië. Jullie gaan zelf bepalen waar je naartoe wilt. Of je nu kiest voor de opera in Sydney, of winkel in Melbourne, of op zoek gaat naar kangoeroes in de vrije natuur, jullie maken de keus. Eén ding staat wel vast. Als klap op de vuurpijl gaan jullie een bezoek brengen aan de set van de Flying Doctors. Wil je nog? Ja? Oké. Thank you for being here. I will always be a fan of you. A fan of yours. And please, take them away to Australia! There they go with a